Gedeputeerde Brigitte van Haafden-Harkema opende donderdag in Waalwijk het 30ste Brabantse Centrum Jeugd en Gezin. In het centrum werken Juvans Maatschappelijk Werk, Mozaïek de Twerren, Mee Brabant Noord, GGD Hart voor Brabant en Thebe Jeugdgezondheidszorg samen. Een Centrum Jeugd en Gezin is een plek in een gemeente waar het lokale gezinsbeleid vorm krijgt. Het is een plek waar ouders en kinderen zelf, maar ook mensen die met jongeren werken, terecht kunnen met vragen, zodat ze niet hoeven te wachten tot die vraag een probleem is geworden, maar dat ze gewoon antwoord krijgen op gewone vragen. En wat voor vragen zijn dat? Nou, dat kunnen vragen zijn van allerlei soort. Je kent allemaal wel de voorbeelden van een peuter of kleuter die niet wil eten of die niet naar bed wil, maar dat gaat natuurlijk ook over de hoogte van zakgeld. Het idee dat je kinderen misschien verkeerde vrienden hebben als ze wat groter worden. Hoe lang mag die eigenlijk aan de computer? Wat moet ik hiermee? Hoe pak ik het aan? Dus van allerhande soorten gewone vragen. En waarom is het juist belangrijk dat die centra nu worden geopend? Het is heel belangrijk dat ouders in hun eigen omgeving met die vragen terecht kunnen. En dat niet allerlei dingen meteen tot probleem worden gebombardeerd, zodat ze in een circuit terechtkomen van hulpverleningen, terwijl het eigenlijk ging om een gewone vraag. Kan het de wachtlijsten ook deels terugbrengen? Nou, het heeft natuurlijk wel te maken met die wachtlijstaanpak, want ik wil zo graag dat de provinciale jeugdzorg, de specialistische jeugdzorg, dat die beschikbaar is als het echt nodig is. En dat betekent dat je de gewone vragen eigenlijk aan de voorkant zou moeten kunnen afvangen. Dat is ook veel fijner voor die ouders en die kinderen zelf. Later volgen er centra in de Kernen, Sprangkapelle en Waspik.